Juris Delano Landvreugd is getipt als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. De redactie verneemt dat voormalig minister Maurits Hassenkhaan getipt is voor de rol van onderminister op het departement, met als belangrijkste taak het leiden van de komende verkiezingen. De redactie verneemt verder dat de gesprekken met Landvreugd en Hassenkhaan inmiddels al zijn gevoerd door zowel de president als vicepresident Ronnie Breunswijk. Het streven is om de beëdiging volgende week af te ronden. De ministerpost kwam vrij toen Brontese Mohardje zijn portefeuille indiende in oktober, kort nadat hij in verband gebracht was met misstanden op zijn departement.